allemaal, mijn naam is Michelle en ik neem jullie vandaag mee naar de Team King golfwedstrijd bij Burggolf Gendersteijn. Team King zet zich al sinds 2009 in om geld op te halen voor de behandeling van kanker in het MMC. Iedereen is welkom vandaag, jong, oud, beginner of ervaren. Iedereen die een steentje bij wil dragen mag vandaag meekomen doen. Laten we een kijkje nemen. Nou, Pascal, kun je mij vertellen waar het voor jou allemaal begonnen is? Het is een tijdje terug begonnen. Ik denk ondertussen 7, 8 jaar geleden is het begonnen met een zus van mijn zwager die kanker kreeg. En als onderdeel van de revalidatie gaan veel mensen Alpe d'Huez fietsen. Want dan zeggen we laten haar niet alleen fietsen en zijn we met de groep mee gaan doen. En dat beviel eigenlijk zo goed in de zin van een stuk iets bijdragen. Dat we daarna met een groep hebben besloten om dat op een structurele manier te willen doen. En toen hebben we besloten om Team King op te richten. En deze dag is de Team King Golfdag. Maar Team King Golfdag is één van de initiatieven die we doen. Bakkerij Verhoeven die maakt het broodje Team King. Ligt in ik weet niet hoeveel supermarkten in deze regio. En daarvan komen de opbrengsten ons ten goede. Restaurant Route 66 in Veldhoven doet initiatieven. We hebben een Team King burger op de menukaart staan, waarvan een gedeelte van de opbrengsten ons ten goede komt. Zo zijn er heel veel initiatieven die het jaarlijks mogelijk maken om te doen wat we doen. Het is natuurlijk een uitstekend initiatief. Ik denk persoonlijk, er zouden best wat meer mensen nog mogen inschrijven. Maar het initiatief is formidabel. Hoe voelt het nou om te zien dat dit zo gegroeid is sinds die ene keer bij de Alpe d'Huez? Dat geeft heel veel energie. En wat we willen is de kankerzorg, of de mensen die kanker krijgen in deze regio, een grotere kans op overleven geven. Het is eigenlijk een dag van vreugde, maar ook een beetje een dag van emotie. Ja, je zegt dat heel mooi. Ja. Dus je bent er eigenlijk wel heel erg trots op dat dit hier in Veldhoven op touw wordt gezet? Daar zijn we super trots op, absoluut. www.teamking.nl en vraag naar Pascal.